Ja. Goedenavond iedereen. Welkom in de Bali en misschien ook de mensen die thuis kijken via de livestream. Mijn naam is Merlijn Geurts, ik ben programmamaker in de Bali. En ik heb de eer en het plezier gehad om met Arjen Visser en met de Atlas uitgeverij Contact dit programma te organiseren. Ik denk dat ongeveer iedereen in de zaal wel eens een interview van Arjen in Trouw heeft gelezen. Waar die bekende Nederlanders interviewt aan de hand van de 10 geboden. Maar ik wist persoonlijk niet voordat ik met dit project begon hoe groot en hoe omvangrijk die interviewserie wel niet was. Het is allemaal begonnen, heb ik begrepen, in 1997 toen hij ooit Siska Dresselhuis ging interviewen. En dacht, nou misschien kan ik wel eens de 10 geboden gebruiken als een ingangspunt. En toen volgde een superleuk gesprek waar eigenlijk alle thema's uit het leven voorbij kwamen. En toen zei Siska van, goh Arjen, moet je daar niet eens mee doorgaan? En dat heeft hij gedaan. We zijn inmiddels volgens mij meer dan 20 jaar verder en hij heeft ongeveer heel Nederland gesproken. Renate Dorrestein, André Hazes, Gert Wilders, Spinvis, heel veel schrijvers, noem maar op. En we hebben van Mark Koon, dus de fotograaf die elke 2 weken van de geïnterviewde een portret maakte, hebben een heel groot deel van de portretten gekregen van alle mensen die hij geïnterviewd heeft. Dat zijn alleen de digitale, dus de analoge, dus die ouder zijn, die zien we niet. Maar dit geeft in ieder geval een klein inkijkje in hoe groot en hoe omvangrijk het project wel niet is. Vandaag is zijn 500ste interview verschenen die opnieuw met Siska Dresselhuis was. En is het boek verschenen waarin alle interviews met Nederlandse schrijvers zijn gebundeld. Want Arjen bleek nogal een voorkeur voor schrijvers te hebben, want die praten zo mooi in mooie zinnen en die vertellen heel leuk. Dus vandaar dat boek. En dat gaan we eigenlijk vieren vanavond. Het is een soort ode aan het interview. En we hebben 6 schrijvers zover gekregen die allemaal al eens een keertje bevraagd zijn om opnieuw hier te gaan zitten met Arjan. Peter Buwalda, Stella Bergsma, Hans Maarten van der Brink, Tinkerbell, Marika Lucas Reineveld en Midas Dekkers. En die zullen opnieuw geïnterviewd worden, maar deze keer in duo's. Dus 2, 3 keer 2. Normaal gaat Arjen natuurlijk naar iemand thuis en dan gaat hij daar enorm lang interviewen. Dat kunnen we vanavond niet doen. Maar we hebben een soort kleine huiskamer gebouwd om die setting een beetje te creëren. Tussendoor hoort u muziek van Vic Willems, een singer-songwriter die in 2016 de Grote Prijs van Nederland won en eind augustus zijn debuutalbum Doe Wat Je Leuk Vindt uitbracht. Hij zal 2 keer spelen en het zijn Nederlandstalige nummers waarin hij eigenlijk ook heel eerlijk en op een hele mooie manier de hele mensheid in liedjes probeert te vatten. Dus dat vonden we mooi aansluiten bij de interviews. We gaan zo naar Arjen luisteren, maar we gaan eerst luisteren naar schrijver, dichter en columnist Rob Schouten, die ons gaat inleiden over de 10 geboden. Ik heb het hele ding gelezen. Van kaft tot kaft, 800 plus pagina's. En dat moet u ook doen. Niet zomaar een paar interviewtjes met schrijvers die u toevallig goed vindt, maar de hele turf. En dat terwijl het toch goed mis kan gaan in interviews. Weet u nog, Wim Keizer en J.M. Coetzé, waarbij de laatste na afloop mompelde, "This is torture." Ja, voor hem en voor ons. Maar hier gaat het goed. Komt ook omdat ze met zoveel zijn. Het is een soort bevolkingsgroep, die schrijvers. Zeker, je kunt dit boek natuurlijk ook als een naslagwerk vol ideeën van de afzonderlijke schrijvers raadplegen. Maar het is in mijn ogen vooral de weerslag van de mentaliteitsgeschiedenis. Van de sociologie van hedendaags schrijverschap. Waar komen onze schrijvers vandaan? Wat vinden en denken ze? Hoe staan ze in het leven? Je komt als het ware achter hun DNA. Intussen vroeg ik me af, en er werd zo net al op gealludeerd, waarom Arjan uit de 500 tot nu toe verschenen interviews juist die met schrijvers uitkoos. En niet die met bijvoorbeeld politici, BN'ers of andere mensachtigen. Hij geeft zelf het antwoord in zijn voorwoord. Schrijvers leveren stevast een goed verhaal. Het gaat ergens over. En dan is het ook nog eens fraai geformuleerd. Of het de waarheid is, weet ik niet. Maar het resultaat ligt er niet om. Aha, de waarheid. Is de welbespraaktheid van schrijvers niet juist een belemmering van die waarheid? Omdat schrijvers het voor alles mooi willen zeggen. We zullen het zien. In elk geval lezen we hier wat schrijvers van zich willen laten horen. Niet wat de interviewer per se wil horen. Geen vrije kwesties, geen nieuwsgierig gewauwel, maar vragen volgens de sociologische, gestructureerde methode. De interviewer is de veldwerker die met zijn vaste onderwerpen bij de leden van de groep langskomt. De schrijver weet wat hem te wachten staat. Als hij wil biechten, dan kan dat.
Als hij wil liegen, dan kan dat ook. Je kunt 1 interviewer, 10 geboden, 100 schrijvers op tientallen manieren doorsnijden en consumeren. Ikzelf heb er uren, ik mag wel zeggen dagen, in rondgedwaald. Niet met een telraam om te kijken hoeveel schrijvers er gelovig zijn, hoeveel agnost en hoeveel goddeloos, hoeveel overspelige de literatuur kent en hoeveel kruimeldieven, wie zijn ouders eert en wie ze veracht. Maar om zo'n beetje op te snuiven wat de normen en waarden van schrijvers zijn en of ze significant verschillen van die buiten het literaire huis. Mijn conclusie, niet dus. Net als andere lezers stoof ik af op het eerste, het vijfde en het zevende gebod. Hoe gelovig zijn schrijvers nog? Hoe zit het met de huiselijke achtergrond? Zijn ze trouw of ontrouw? Wel nu, we zien in schrijversland wat we overal zien. Massale ontkerkelijking, geloofsafval, maar ook hier en daar echt nog wel een plukjes gelovigen. Een rabiate godlogenaar lijkt mij Gerbrand Bakker. Een gelovige ziel, Desanne van Brederode. De meesten zitten daar ergens tussenin. Hoewel Anna Enquist met haar geloof als collectieve psychose wel dicht in de buurt van Bakker komt. Dan klinkt Ronald Giphart's quasi-wetenschappelijke: waarachtig geloven is, denk ik, een chemische kwestie, een schommeling in de endorfinespiegel, een stuk milder. Het opvallendst, naast nogal wat spiritueel geïnteresseerde en gelegenheidsmystici, vond ik het handjevol hedendaagse afgodendienaars. Herman Brusselmans, die zijn ouders plus een hondje vergoddelijkt. Jessica Duurlacher met haar eigen god. Myrthe van der Meer met een Playmobil-afgod. Marion Pauw, die het bij de tarotkaarten zoekt. Christine Hemmerichs met een god of my own making. Suzanne Smit is heks. Meer vrouwen dan mannen. Ze zijn niet alleen geëmancipeerd, maar hebben kennelijk ook iets nieuws gevonden. Al met al krijg je niet de indruk dat geloof of geloofsafval nog een grote rol voor Nederlandse schrijvers speelt. Het lijkt een gepasseerd station. Dat ligt wel heel anders bij de reacties op het vijfde gebod: eer uw vader en uw moeder. Hier krijg je de kans om eens goed uit te pakken over je eigen familie en je achtergrond. Maar er zijn er ook opvallend veel die vinden dat ouders juist hun kinderen moeten eren. They fuck you up, your mum and dad, citeert Hans Maarten van der Brink die hier zit. De dichter Larkin. En een aanzienlijke groep heeft zich van zijn ouders bevrijd. Ze waren onvolwassen, zegt Carrie Slee. Opvallend vond ik ook het grote aantal gebroken gezinnen waaruit schrijvers komen. Ik schat dat van minstens een derde de ouders gescheiden zijn, met de traditionele ongelukkige jeugd als goudmijntje. Ik kreeg de indruk dat familieleven of afwezigheid daarvan inmiddels een heel wat grotere bron van inspiratie vormt dan wat vroeger literair thema nummer 1 was, de Tweede Wereldoorlog. En dan nu, als een speer naar de, volgens Maarten het Hart, enige echte zonde: gij zult niet echt breken. Nogal wat schrijvers noemen zich verrassenderwijs monogaam. Tot de meest ongeloofwaardige toe, zoals Jan Wolkers, van wie we na de biografie van Onno Blom toch een andere indruk hadden. Maar nee, van nature ben ik erg monogaam en op het gezin gesteld. Misschien is hij het stilzwijgend eens met die andere opmerkelijke monogame schrijver, Jan Mulder. Wat ik met anderen heb is seks, gewoon seks. Je hoeft niet al te achterdochtig te zijn om te concluderen dat bij deze vragen veel gejokt wordt. Dat wijst erop dat ook schrijvers hoofdzakelijk nette burgers zijn of willen zijn. Iets wat toch eigenlijk wel mijn hoofdconclusie is. Van de woelige jaren 60 merk je weinig meer. Geuzen en andere dwarsliggers kent de Nederlandse literatuur eigenlijk niet veel. Dat merk je ook aan 2 andere bevindingen. Weliswaar kent de Bond tegen het vloeken weinig ijveraars onder schrijvers. De meesten vinden dat hun personages wel degelijk functioneel mogen vloeken. Maar zelf vloeken? Nee, dat doet het gros liever niet. Ook zijn onze schrijvers geen grote dieven. Zelfs geen letterdieven. Literair stelen en liegen is, zo zeggen ze met een geconditioneerde reflex, een kwestie van dichtung und waarheid. Gretig vertellen ze daarnaast wat ze in hun jeugd hebben gejat. Thomas Ros, vlakgommetjes, Manon Uphoff make-up. En boeken natuurlijk, Henrikje Spoor, Teun de Vries, Michael Zeeman en weet ik wie allemaal niet meer.
De wisselbeker gaat hier naar Rosita Steenbeek, die na een expeditie met een stelletje Romeinse grafrovers met een Etruskische bokaal thuis kwam. Nee, niet teruggebracht. Ook voor wie niet alles achter elkaar leest, valt er veel te genieten in dit boek aan saillante uitspraken. Mijn favoriete, en ik noem de schrijvers er maar niet bij, de missing link tussen de aap en de mens, dat zijn wij. Of deze, Beethoven is onsterfelijk voor iedereen, behalve voor zichzelf. En wat hiervan te denken. Hitler was een zieke man, hij kon het ook niet helpen. Vrouwman. Welbespraakt, wijs, redelijk conformistisch en slechts een beetje recalcitrant, dat is de gemiddelde Nederlandse schrijver. Je kunt er eigenlijk gerust mee bij je moeder langs. En dat is goed om nu eindelijk te weten. Voor Arjen, geef hem een heel hartelijk applaus. Arjen Visser. Ik ga het niet alleen doen. Wie zijn de eerste jongens? Stella. S'il vous plaît. Ik sprak Stella, schrijfster van het prachtige Pussy-album. Ze gaat nu de jasje aandoen. Dan kan ik zeggen dat ik haar sprak in 2016. En Peter Buwalda. Waar is hij gebleven? Daar. Die sprak ik in 2012. De man van Bonita Avenue. Wie anders natuurlijk. Ga zitten. Nu ja, een van die twee. Jongens, dit is geen huiskamer, maar een setting. Dit zijn twee mensen in plaats van één. En normaal gesproken ben ik alleen met één zo'n mens en niet met jullie erbij. Dus het is een beetje een gekke toestand. Maar we proberen maar gewoon wat. Hallo. Je hebt het zelf bedacht. Hoi Marike. Wat zei je? Je hebt het wel zelf bedacht, toch? Dit. Ja, we zijn drieën. Jij wou het eigenlijk niet, geloof ik, of wel? Jawel. Ja? Toen hij hoorde dat het met mij was, dan zei hij van ja, wilde hij meteen natuurlijk. Ja, serieus? ja. ja. Kijk, het eerste wat iedereen hier wil weten natuurlijk is, waar blijft nou toch dat volgende boek, Stella? nee, ik, ja, dat was een goeie, hè? Ja, dat was echt een goeie. Ja. Ik zei net al tegen iemand dat ik een Buwaldetje ga doen. Dus dat ik ga er denk ik 10 jaar af doen. En dan ga ik het uitroepen dat het uitkomt en dan ga ik het weer terugtrekken en dan ga ik het helemaal opnieuw schrijven en dan ga ik er nog 10 jaar over. En dat ga je dan doen omdat? Omdat ik vind dat mooi, ik hou ervan. Ik vind dat er overproductie is. Ik vind dat er veel... Je wil eigenlijk niet schrijven, bedoel je? Nee, ik wil wel schrijven, maar ik wil wel gewoon, het moet heel goed zijn en het moet niet gratuit zijn, het moet heel urgent zijn. Dus het moet, ik moet er goed over nadenken. Het moet een meesterwerk worden, Arjen. En waar blijft het dan? Ben je bezig wel? Ja, maar alleen nog maar in mijn hoofd. Maar dat is wel ook bezig. Ik heb genoteerd, even over Pussy Album. Een pleidooi voor het recht van de vrouw om zich amoreel te gedragen. Ja, zou ik. Ja, of geen pleidooi, maar gewoon. Of kom je er nu op terug, bedoel je? Nee. Oh. Ja, maar ik dacht, mensen horen me toch wel. Dat is wel zo. Maar ik weet niet of het een pleidooi is als wel gewoon die vrouw gedraagt zich amoreel. Ja, en dat pleidooi? Ja, dus ik weet niet zeker of ik zou willen zeggen dat boek een pleidooi is. Want daarna zei je, het volgende boek gaat over iemand die je wil doodmaken. Ja. Why? Ja, ik weet niet. Omdat ook een pleidooi? Of? Ja, ik denk dat het amorele zeg maar dan weer verder moet. Ja, dat amorele moet je dan doorzetten. Ja. Heb je daar al gedachten over? Of is dat, ja. Wordt het een man of een vrouw die snijdt? Nee, er gaan alleen maar mannen dood. Waarom? Ja, daar is het nu de tijd voor. nu en over 10 jaar. Ja, dat moet je een beetje uitleggen hoor. Want je zit hier met twee mannen. Dat gevoel heb ik. Ik heb het gevoel dat het... De man dood moet. Ja, dat de man dood moet, ja. In ieder geval literair, zeg maar, ja. De man moet literair dood? Ja. Peter, kan je daar even op inhaken, alsjeblieft? De man moet literair dood? Wie? Ja? Wie nog steeds? Oh, allemaal. Oh! U niet. Is dit beter? Moet het harder? Beter? Goed in de microfoon praten. Oké. Ja. En wie zei dat eigenlijk?
Dat is belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Er moeten mensen dood, maar daar is een apart genre voor, toch? Met genres heb ik niks te maken. Oké. Nee, maar de gedachte dat doden amoreel is, lijkt me op zijn plaats. Je kunt daar een roman over schrijven. Het is interessant, de wens om anderen te doden. Daar kan een goed boek over worden. Maar ik wel erg specifiek over worden. Die man. Waarom die man? Oh, maar Stella is feministe. Ja, dus dan krijg je dat. Dus dat is het. Ja, ik denk dat er meer mannen vermoord zijn in de geschiedenis dan vrouwen. Ja, maar wel door mannen. Dat is ook heel essentieel wel van mijn boek. Dat de mannen die in het boek vermoord gaan worden, worden door een vrouw vermoord. Maar zelfs dat wil je gelijk trekken dus. Dus het aantal mannen dat door mannen is vermoord moet ook door vrouwen ook geëvenaard worden. Ja. Discutabel. Ja. Maar dat is niet erg. Ja, ik ben benieuwd. Ja. Vind je het leuk ook? Ik bedoel, zit je te verkneukelen over met een mes of met een bijl? Dat vind ik wel leuk. Maar op zich een boek schrijven vind ik helemaal niet leuk, nee. Nee? Nee, vind ik echt afschuwelijk. Maar ben je er nou concreet mee bezig of niet? Ik bedoel, zit het in je hoofd of ben je echt gewoon tikken aan dan? Nee, het zit in mijn hoofd en ik ben wel aan het tikken, maar ik heb nog geen... Ja, ik heb de eerste zin. En die luidt? Nee, maar die is wel heel mooi. Oh, en ik heb de titel. Ah. Maar dat is echt hard werken natuurlijk. Maar dat ga je ook niet zeggen natuurlijk. Nee. En die is ook heel mooi. Dus we weten niet precies wie of wat je gaat vermoorden. Je weet een titel, maar die horen we ook niet. En de eerste zin, die weet je ook, maar die mogen we ook niet horen. Dat is een beetje zo. Ja. En jullie weten dat het in ieder geval een meesterwerk moet worden. Of dat lukt, dat weet ik niet. Want ik mag ook heel erg jammerlijk falen, maar ik moet het wel proberen. Ja. Peter, kijk jij ook op die manier naar wat je aan het schrijven gaat? Zo van, er moet iets van dit soort moraliteiten in, of er moet iets in over, denk je aan een moord die er per se in moet? Of hoe kijk jij daarnaar? Nee, ja, hoe kijk ik daarnaar? Ik verzin gewoon een verhaal en dat wil ik dan zo goed mogelijk opschrijven. Het is heel eenvoudig. Ja, maar toen wij elkaar spraken, zei je dat je 9 boeken in je hoofd had, zei je toen. Zei ik dat? Ja, 8 of 9. Echt? Ja, lees maar na. Ja, heb ik niet gedaan. Ik heb niet nagelezen. Maar het gaat er mij om. Van, heb je dan nu al bedacht van daar kom ik op mijn 72ste uit ongeveer? Nee, ik denk dat je me verkeerd begrepen hebt destijds. Oh. Want ik heb gewoon uitgerekend hoeveel boeken er in nog 45 jaar te leven passen. Klopt, ja. En dat zijn ongeveer 9 als ik 90 word. Ja. Nog steeds. Nee, ik heb absoluut niet het idee wat er in die andere boeken moet komen. Ik heb ook niet een soort lijstje van ingrediënten dat ik wil afwerken. Maar je hebt er 3 staan nu. Ja, dat is waar. Ja, dat is 1 groot boek, hè. Heb je die ene nou af of hoe zit het? Want ja, die heb ik eigenlijk af, maar ik vond hem nog niet goed genoeg. En daar had ik nog 1 of 2, 3 voor nodig. Kijk, het is natuurlijk inparkeren. Je zegt op een gegeven moment van nou, het is bijna klaar. En dan 3 maanden, of nee, een half jaar van tevoren moet je dus die aanbieding tekst maken en zo. En toen bleek het gewoon nog niet helemaal af. En ik heb de laatste maanden als een halve garen gewerkt eigenlijk. Ja. Zo 18 uur per dag of zo, dag in dag uit. En toen had ik het wel af, maar nog niet af. En toen heb ik gezegd van ja, sorry, het is nog niet klaar. Maar wat houdt dat nou in, niet af? Waar zit hem dat dan in? Nou ja, dat je zelf dus nog weet van dit kan beter. En dat zijn dingen die ik liever niet weet als het boek klaar is. Nee. Ik heb liever dat als ik het teruglees, dat ik denk van wie heeft dit geschreven? wie is dit? Is het dezelfde die... Ja, leuk. Wie zei dat? Is dat die dove meneer? Is het dezelfde die riep dat het niet te verstaan is? Dus weet je ook als het nog niet af is, toch? Of niet? Maar wacht even jongens, wie zit er hier zo te tetteren? Want wie is dit? Uda, oké. Ja, ik vind... Ja, nee, ik vind het prima hoor, maar ik wil even weten, dat is voor ons een beetje... Of niet? Maar ik denk dat hij dat niet bedoelde. Hij bedoelde gewoon zo van wie heeft dit geschreven, zo van wauw, dat is geweldig. Ja, je moet achteraf niet denken van dit had nog zo gemoeten en dit had ik liever zo gehad. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Ja. En dat treedt Peter af zeker. Ik ben een beetje van mijn apropos door deze inmenging. Mag ik ondertussen dan wat vragen? Oh, ga je gang. Ja, natuurlijk. Ja, lees jij dingen die je schrijft aan jezelf voor? Nee, daar heb ik het geduld niet voor. Dat vind ik iets verschrikkelijks.
Dus, het geduld niet voor. Nee, want dan begin ik voor te lezen en na drie alinea's ga ik alweer flink ingrijpen. Ja. Dus ik kan dat niet alsof het een beluisterbaar boek is aan mezelf voorlezen. Dan hang ik mezelf onderweg ergens op waarschijnlijk. Als dat echt zou moeten. Ja. De zelfwalging die dan optreedt. Ja, dat kan je niet aan. Is met geen pen te beschrijven eigenlijk. Nee, doe ik niet. Ik doe het wel, maar daarom is het grappig om te weten wat iemand anders doet. Ik doe het heel erg. Dus ik doe bijna het omgekeerde van wat jij zegt. Zelfliefde is dat waarschijnlijk. Nee, want dat moet ook dat moet dan heel erg perfect zijn, zeg maar, als een soort litanie of een rap of een betoog of een muziekstuk. En dat moet allemaal kloppen. En als ik het niet voorlees, dan kan ik het nooit goed maken. Nee. Want dan zit er misschien wel een woord te veel in een zin. Ja, ik geloof dat Toni Morrison ooit heeft gezegd dat het aan jezelf voorlezen... Kijk, een lezer leest het ook niet aan zichzelf voor, hè? Nee. Dus er is ook een verschil tussen gelezen tekst en voorgelezen tekst. Dus het is ook een gevaar, ook al heeft Remco Kampert volgens mij ooit gezegd dat je het aan jezelf moet voorlezen, om dat te doen. Ja, daar zit wat in. Want het is absoluut anders, want ik schrijf het alsof het wordt voorgedragen. Ja, dat is niet goed. want uiteindelijk wil ik het natuurlijk wel voordragen. En dat doe ik ook. Nee, ik niet. Dat wordt een hele lange sessie bij mij. Vind je het goed dat ze maar veel vragen stel? Ja, tuurlijk. Ja. Als je zegt van af, hè? Dus, maar zit er een echt af? Als je het nou inlevert, ben je dan tevreden? Of kan het dan zijn dat je weer denkt van verdomme, wat heb ik eigenlijk? Nee, elke tekst heeft een brandpunt. Het is een soort lens waarin je je taal en gedachten werpt. En dat komt samen, die stralen, in een soort heet brandpuntje. Ja. En daarna gaan die stralen weer divergeren. Dus het kan zijn dat je Ferrari die je met de hand zit te maken, dat je op een gegeven moment te veel antennes en spoilers en stickers geeft. Dan zit je achter het brandpunt. En dan wordt het steeds lelijker. Ja. Maar als je voor het brandpunt ophoudt, wat ook heel veel gebeurt volgens mij. Ja. Misschien mijzelf ook, ik weet het niet. Ik zoek dat brandpunt natuurlijk. Dan ben je te vroeg. Ja. Maar je kunt ook echt veel te laat zijn. Je kunt maar het ook helemaal kapot maken met herschrijven. Maar gebeurt het je wel eens dat je nu bijvoorbeeld moet voordragen uit Bonita Avenue? En dat je denkt, shit, die zin, dat had anders gemoeten. Nee. Alles klopt. Ja. Tot dusver wel. Ja. Wat ik... Dat is dezelfde manier. Hij blijft door. Ik ben nu onder andere bij zitten gewoon. Ja, nu zijn we goed bezig. Hij begint nu al te klappen. Peter, je zei ook over een geslaagd kunstwerk, dat noem je een blok plutonium. En een gloeiende steen, iets waar stroom op staat en ieder lezer een opdonder van krijgt. Ja, als ik iets wat ik mooi vind van een ander altijd weer mooi vind en er ook vaak aan terugdenk. En ik ben wel eens op vakantie geweest, het was in Egypte, op de Nijl. Maar staat ook in het interview. Ja. Ik heb dat vaak. Dat is iets anders. Zeg dan maar, wat wekt die stroom op? Wat zit daar dan in? Wat zorgt ervoor dat ik die opdonder krijg? Ja, dat is natuurlijk een raadsel in zichzelf. Maar het moet ook los bestaan van degene die het gemaakt heeft. Hè? Toen Philip Roth bijvoorbeeld stierf, vond ik dat ook niet erg. Philip Roth is van de Philip Roth waarover het dan gaat, is van vlees en bloed. Maar hij staat natuurlijk gewoon thuis in de kast. Ja. En hij is erin geslaagd om zichzelf als een soort lepel completa essentieel op papier neer te zetten. En Philip Roth zelf zal enorm tegenvallen, denk ik. Man bedoel je? Ja, het wordt een heel normaal iemand. Terwijl die boeken verre van normaal zijn. Ja, maar het is niet het antwoord op mijn vraag. Want ik wilde weten van wat gebeurt er nou dat die stroom tot stand komt? Is dat je mensen emotioneert of choqueert of meesleurt of wat is het precies? Ja, het is een godverdorie. Ik bedoel, als je een strijkkwartet van Beethoven hoort, die hele Beethoven die verdwijnt natuurlijk onmiddellijk achter de horizon. Het is een gemaakt, gecultiveerd iets wat kracht heeft in zichzelf. Wat ik altijd heel frappant vind is dat je waar iemand 5 jaar over doet, dat je dat in 2 weken kunt lezen. Ja. Dat betekent dat je een condensering krijgt van iets wat heel langzaam schil voor schil, laag voor laag is opgebouwd, waar je godzijdank niet bij hebt hoeven zijn. Ja. Maar je kunt dat daarna in 2 weken tijd verorberen. Ja. Ja, dat is een shot. Dat is sterker dan het leven. En dat is natuurlijk de bedoeling van kunst, lijkt me. Dus dat zou dan eigenlijk ook zeggen dat het niet zo van, als jij zegt van, is het dan emotie of is het dit? Dan is het waarschijnlijk heel veel dingen tegelijk. Ja, precies. Dat voel ik mislukken natuurlijk. Ja.
Zien jullie het zo, dat heb ik vaak, dat je dan, je bent een schrijver, dus je schrijft, je zit in je huis, je schrijft. En daarna stap je naar buiten en dan moet je ineens een performer zijn of zo. Of dan moet je je boek verkopen of wat dan ook. Zijn dat twee persona's in één of is het één hetzelfde métier? Ik ben altijd gewoon hetzelfde, eerlijk gezegd. Nee. Ja, ik ben ook hetzelfde, maar ik denk wel dat je verschillende soorten schrijvers hebt. Ik denk wel dat je ook schrijvers hebt die veel meer performers zijn überhaupt al. En anderen die dat helemaal niet prettig vinden, zoals bijvoorbeeld een Coetzé die net genoemd werd. Ja. Dus dat sommige schrijvers ook een soort poseurs zijn, ook terwijl ze schrijven. En anderen juist het omgekeerde zijn. Ja. Net als dat er verschillende mensen zijn, dat daar ook weer verschil in is. Ja. Maar bijvoorbeeld, laten we zeggen, een Brusselmans en ook wel Reven. Of, nou ja, en misschien ikzelf ook wel. Ook in hun schrijven een soort kunstje doen, zeg maar. Of een soort performance doen. Want jij zegt van jezelf dat je een ster bent. Ja. Een ster. Geeft niks. Je bent geboren als ster. Genoteerd. Ja. Ben je ook een ster, Peter? Of, nee, ik ben een debutant. Jij bent een debutant. Ja, maar ik ook. Dit gesprek heeft in de verte natuurlijk iets potsierlijks. We hebben het hier over het schrijven terwijl je twee debutanten zitten. Daar heb je wel. Dat schoot mij even te binnen overigens. Dus voordat het allemaal erg pedant overkomt. Nee, ik ben ster. Ik ben gewoon Peter Buwalda. En ik zit thuis tegen de klippen op zo'n boek te maken. Dat is eigenlijk wat ik ben. Ja, dat bedoel ik. Dus als het gaat over die twee delen, dan ben jij meer degene die binnenblijft en schrijft dan degene die een ster wil zijn. Is dat zo? Ja, ik denk dat zo is, ja. Maar jij wil een ster zijn, of je bent het? Nee, ik denk dat ik het ben, ja. Maar ik wil het ook zijn. Ja. Ja, okay. Ja, maar daar komt geen boek van, Stella. Want je zit nog steeds te wachten. Nee, daar komt geen boek van. Nee, die twee dingen die zijn ook niet per se met elkaar verbonden. Zoals Peter net zei, ik ben geen ster, ik ben een debutant. Nou, ik ben ook een debutant, maar dan kan ik nog wel een ster zijn natuurlijk. Jawel, maar in het laatste gebod, als ik dat even mag memoreren. Dat mag jij. Zeg je dat je graag zou willen zijn zoals collega-auteurs die van de pen kunnen leven? Mm-hmm. En dat je het zat bent om een arme kunstenaar te zijn. Ja, maar ik kan dan inmiddels zou ik zeggen, wel aan de slag. Nee, ik kan inmiddels wel van de pen leven. Dus oh, wel. Wat ik nu, ik kan heel goed nu van de pen leven. Daar heb ik echt heel. Dat is allemaal gelukt. Wat ik nu heel graag wil, is serieus genomen worden. En uiteindelijk erkend worden als genie. Maar dat. Kijk, ik wil dit allemaal alleen, hè, mensen. Dus dat, je kan zeggen dat is onbescheiden, maar het zijn maar wensen. Ik mag ook falen, maar dat is wat ik wil. En het kan zijn dat ik daar dus totaal in misluk. En daar moet ik wel mijn volgende boek voor schrijven. Wij zijn totaal tegenovergesteld, besef ik. Ja. Ik wil zelf niks. Ik wil dat mijn boek liefst, dat die het eigenlijk zonder mij redden. Ja. Maar jij wil het redden zonder je boek zelf, liefst. Ja. Ja, dat is grappig. Ja. Je hebt de twee uitersten. Dat vind ik toch goed. Dat is de meeste hand. Terwijl je eigenlijk zei, ik wil hem niet met Stella hier op het podium zitten. En nu zit je ineens toch een soort... Ja. Nee, dat was een grapje. Weet ik. Maar jongens, even serieus. Hoe lang heb ik voor dit gesprek nog? Weet jij dat, Marijn? Nog 5? Oké. Peter, even een beetje een gevoelige vraag. Toen wij elkaar spraken, zei je, toen was je een paar maanden klaar met een relatie van 2 jaar. En toen zei je, dat komt eigenlijk wel goed uit. Want ik ga een lange reis beginnen voor een volgend boek. En je had die stilte... Nee, laat maar eventjes. Je had die stilte nodig en je ging aan het boek werken. En ik was nog niet de deur uit of je had een nieuwe relatie van 4 jaar. Hoe zit dat nou precies? Ja, ik heb het al eens uitgerekend. Ik ben in mijn leven min 110 dagen vrijgezel geweest. Ja. Ik ben iemand die weinig mensen nodig heeft, maar wel één vrouw. Dus ik ben nooit alleen geweest, eigenlijk. Maar ik dacht eigenlijk dat je die tijd ging gebruiken om je helemaal te focussen op je werk, die lange reis en bla bla bla. En welke dan... was dat toch niet metaforisch bedoeld, hè, die reis? Oh, toch wel. Nee, niet toch? Of wel? Nee, niet metaforisch. Ik kan me niet voorstellen. Nee. Ik wilde een echte reis maken. Ja. Oh, ik dacht... Hij heeft het gewoon niet gedaan. Nee. En toen werd ik... godzijdank weer thuis. Toen werd ik verliefd, denk ik. En toen ging ik met haar. Ja. Zo gaat dat. Maar werk... Een andere opmerking... Maar ik moet straks ook maar stellen, anders dan word ik door haar vermoord. Een andere stelling was dat je hield wel ervan om in de wereld te verkeren, maar eigenlijk net iets liever in fictie en in muziek.
Ja, ik heb het juiste beroep. Ik vind het heel prettig om volledig alleen te zijn. Ja. En dan alleen maar muziek te luisteren de hele dag. En je hebt weer een relatie, toch? Ja, ja dat is een beetje een soort... Ja, ik heb altijd wel één iemand nodig. Die me een beetje in de gaten houdt. Waar ik tegenaan kan praten. En die houdt je niet van je werk? Nee. Oké. Okay. Nee, ik ben heel in evenwicht daarin. Heel prettig. Ja, het gaat heel goed. Ja. Jammer, hè? Ja, wel een beetje, ja, ik vind het ook een beetje jammer. Ja, toch? Ja. Ik had want je zei gevoelige vragen en er komt helemaal geen gevoeligheid. Heb jij niet iets gevoeligs nog? Nee, ik ook niet. Wat was er nou gevoelig aan eigenlijk aan die vraag? Dat helemaal niks, helemaal niks. Nee, niets, hè? Nee. Moet ik iets gevoelig, zal ik iets gevoeligs zeggen? Zeg jij nog iets gevoeligs, dan kunnen we het afronden, want anders wordt het zo gênant. Ik had vandaag ruzie met mijn moeder. Ja. Want morgen is een vriend van mij die heeft zelfmoord gepleegd. Nou, dat is gevoelig, toch? Morgen gaat hij zelfmoord plegen. Gaan we allemaal bij. Nee. Oh. Nee, morgen is er een herdenking van een vriend van mij die zelfmoord heeft gepleegd. Ja, dit is too much eigenlijk voor een afsluiter. Het is een beetje een soort drempelopmerking bij de psychiater. Oké, maar alles komt toch goed. Nee, wat moet ik daar nou van maken? Nee, maar dus, en toen kreeg ik ruzie met mijn moeder, want ik zou eigenlijk met haar uit eten gaan. En toen was ze teleurgesteld, maar dat ging ze niet verzwijgen, maar gewoon hardop zeggen. En ook niet een beetje hardop zeggen, maar toch zeggen van, goh, maar toch sterkte morgen. En zo, maar gewoon alleen maar, ja, maar je had met mij eerder afgesproken. Ah ja. Toen zei ik van, ik zal hem bellen en zeggen dat hij zich op een ander moment verhangt. En ja. Dat we dan toch uit eten kunnen. Ja. En, maar dus dat is... Ja, dat... Daarom schrijf ik fictie hier, maar... Ja. Echt, dit is voor de volgende. Is te heftig. Ja. Ja, ja. Maar dus dat gebeurde vandaag, dus daar was ik best verdrietig van. Dat snap ik nou. Ik ben blij dat je toch gekomen bent. En ik vind echt dat je snel een nieuw boek moet schrijven. Want ik vond Pussy Album echt een geweldig goed boek. Bonita heeft ook een heel erg mooi boek. Nee, maar jij hebt veel meer credits gekregen eigenlijk, denk ik. Uiteindelijk, toch of niet? Dat vind ik wel, ja. Voor een debutantje, ja. Voor een debutantje en omdat hij een man is natuurlijk. Tuurlijk. Ja, daar komt het ook door. Ja. Dus... Veel serieuzer genomen natuurlijk. Ja? Nou, Stella, ik wou het gaan afronden eigenlijk. Ja, sorry. Dus allebei heel erg bedankt. Nee, maar er komt ook muziek van Vic Willems, die gaat nu optreden. En daarna kom ik hier weer terug met twee nieuwe gasten, dankjewel. En je bent een goede interviewer, dat wou ik ook even zeggen. En je stelt ook van die vragen dat je soms denkt van, echt, hou je mond. En dat is nu? Goed. Was dat nu ook, bedoel je? Nou, gewoon af en toe dat je denkt, hij vraagt niet zo door. Oh, ja. En dat is goed. Dankjewel. Ja. Hallo, goedenavond iedereen. Jullie zien er erg netjes uit. Wat goed. Het eerste nummer wat ik voor jullie ga doen is een vertaling die ik gemaakt heb. Van een nummer van Radiohead. Ja, ik wil eigenlijk uitleggen waar het over gaat, maar ik ga het denk ik maar gewoon spelen. Dan kan iedereen dat voor zichzelf bedenken. Leugens
geest wil zo vullen we ons bestaan. Ik wil er zo zet de televisie aan. Het is er altijd fantastisch. Het is er Geest. Dankjewel, Vic. Oké, de volgende twee zijn Katinka Simonset, Tinkerbell. Ze mag gewoon een applaus, jongens. En daar is hij al, Hans-Maart van der Brink. Ook een applaus. Ik sprak Katinka in 2013, of Tinkerbell. Kijk, ik moet meteen al hiermee beginnen. Want toen wij elkaar spraken, zei ik, met wie zit ik hier nou? Zit ik nou met Katinka of zit ik nou met Tinkerbell? Weet jij nog in welke maand dit was? Welke maand? Ons gesprek? Dat was in maart. Dan ben je... Nee, dat is echt zo. Want, is dat zo? Ja, want een klein half jaar daarna heb ik mij voor een kunstproject laten steriliseren. En daarmee was het alter ego weg. Want je kunt niet je alter ego laten steriliseren en daar als individu geen last van hebben. Dat werkt niet zo. Dus toen was het allemaal ineens één geworden. En dat dus was in augustus. Ja, dus ja, nu maakt het niet meer uit. Nu is het, want je hebt natuurlijk een verschil tussen een alter ego en een pseudoniem. Dus Tinkerbell is niet meer een alter ego, maar een pseudoniem geworden. Oké, nou dat is duidelijk. Ja, nou bij deze. En Hans Maarten sprak ik in 98. Dat was nog analoog. Hè? Oktober, en toen was je gewoon Hans Maarten, toch? Ja, en nog steeds eigenlijk. Nou ja, HM op, HM op de boeken. Hè? Ik wou eigenlijk met jullie een beetje serieus beginnen, jongens. Jij vertelde 20 jaar geleden dat je gewoon katholiek was. Oh, ja. Daar had je niet op gerekend, hè? Wat zeg je zo? Daar had je niet op gerekend dat we daarover zouden... Dat het serieus zou worden, ja, nee. Wat sterker nog, je had een spirituele ervaring. En die vond ik wel heel erg interessant. Weet je dat zelf nog? Dus is er waarschijnlijk meer dan één geweest. Help me even. Een wenkend Christusbeeld. Oh ja, 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 dat heb ik echt gezien. Ik weet niet of dat een spirituele ervaring was. Dat was iets wat ik heb gezien. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat gebeurde? Ik kom uit een redelijk braaf katholiek gezin. Diende de mis enzovoort. En op een ochtend toen ik om... En ik kon ook toen al niet goed opstaan. Dus altijd een beetje wazig 's ochtends. Tegen zevenen het kerkplein opliep. Toen stond daar nog zo'n Christusbeeld. En het sneeuwde. En dat wenkte mij. Ja. Maar ik zou het niet een spirituele ervaring noemen, hoor. Nou ja, dat deed je toen. Dus... Ja. Dus het was ook in de tijd dat je net nog, zeg maar begin jaren 60, dat je nog op zo'n kerkplein zo'n Christusbeeld met uitgestrekte armen had. Ja, twee dan, maar qua microfoon. En een Lourdesgrot erachter waar je in kon klimmen. En, ja. Denk je dat er in die afgelopen 20 jaar iets is veranderd wat dat betreft? Ben je verder afgedreven van dat hele idee? Of heb je nog wel eens zo'n... Van welk idee? Nou, van het katholiek. Dat ik gewoon katholiek ben? Ja, precies. Heb je nog wel eens zo'n katholieke oprisping? Nee. Of... nee. Hoe bedoel je dat? Nou ja, heb je nog wel zo'n soort ervaring? Of dat je denkt van nou, ik ben nog steeds gewoon katholiek, of ben je nu heel ver daar vandaan geraakt?
Ja, nu wordt het ingewikkeld. Ik ben gewoon katholiek, want daar kom ik vandaan en ik heb er nooit afscheid van genomen. En dit soort ervaringen, ja, die heb ik voortdurend, maar die hebben voor mij meer met literatuur te maken dan met godsdienst. En ik maak niet zo'n enorm onderscheid tussen die twee, wil ik ook. Het zijn van die oceanische dingen. Je maakt geen onderscheid en verbanden zien die andere mensen niet zien. Je maakt geen onderscheid tussen religie en kunst. Dat is er wel, maar het ligt voor mij wel in elkaars verlengde en dicht bij elkaar, ja. Toen ik jou sprak, ja, toen had je net een handlezing gedaan. En toen had je ontdekt dat je een beschermengel hebt. Heb je die nog steeds? Moet ik even kijken. Dat is een heel ander gesprek dan daarnet, zeg. Ja, ja, verrassend, hè? Ik zat nu helemaal voorbereid nu op de licht. Ja, zeker. Kan je bij hem kijken of dat hij er een heeft? Ik wou het net zelf gaan vragen. Links of rechts? Moet ik, maakt niet uit. Moet ik eigenlijk vragen hoe oud ben je? Ik ben 61. Ik word 62 deze maand. Hoeveel jaar heb ik nog? Gaat het nu over, denk ik. Ja. Hij zit hier en dat is nog net wel of net niet. Maar je hebt net wel of net niet. En dat heeft ermee te maken. Je hebt dus een bescherming op het moment dat je die nodig hebt, zeg maar. Dus, ja? En je ziet het op een soort van. Ik kijk nu even snel. Als het een soort, slecht nieuws was, zou je het dan vertellen? Of, nee, het gaat niet over goed of slecht. Okay. Dus het gaat, dus, bedoel, een beschermengel is er op het moment dat je bescherming nodig hebt. En als je dat niet nodig hebt, is er geen beschermengel. Dus het is eigenlijk albei goed. Want ja. Dat maar heeft hij daar wel of niet? Is dit een soort levensverzekering zonder dat je premie betaalt? Of, ik ben geen professional. Hè. Ik ben een amateur, op amateur, zeg maar, laatste level. En ik ongeveer, zeg maar, op zijn leeftijd is er een soort kruispunt tussen nog net wel of net niet meer. Dus ja. Kan vriezen. Kan dooien, ja. Je vraagt het misschien niet aan de goede persoon. Nee, ik had het niet aan mij moeten vragen. Nee, ja. Nee, maar ik had er ook een. Ik was heel blij mee dat je er een bij mij ontdekte. Ja, ja. Maar misschien ontdek je gewoon altijd wel beschermengelen ook. Nee, niet iedereen heeft dat. En dat heeft ook niet iedereen op elk moment. Nee. Moet er schrijven. Ik verlaat de zaal straks bemoedigd, hoor. Toch ja? Wel. Ja, ja, dat is heel goed. Nooit ben stilgestaan voor Karin had. Nee, dat is toch weer een plusje van zo'n avond. Ja. Ja, toch? Hans Maarten, moet een schrijver geëngageerd schrijven, vind jij? Is engagement een verplichting voor een auteur? Totaal niet, nee. Wat vind jij daarvan? Nou, in ieder geval engagement met het verhaal wat je wil vertellen. Oh ja, maar ik had het anders even over maatschappelijk. Oh, maatschappelijk, ja, maar hoe kun maar je dat dan is er op de een of andere manier altijd wel vanzelf, hoor. Niet door elkaar heen praten, jongens. Dat, sorry. Wat zei jij? Hoe kun je nu niet maatschappelijk geëngageerd zijn op wat voor manier dan ook. Iedereen is toch wel geëngageerd aan iets. En zeker als je een verhalenverteller bent, wat een schrijver is. Dan, dat moet toch, anders, wat moet je anders opschrijven? Maar heb ik het nou mis als ik denk dat jouw insteek vooral is van wereld verbeteren? Redden. Het redden van de wereld zelfs. Ja. En ik vermoed dat dat niet jouw insteek is bij schrijven, of wel? Nou ja, ik bedoel het niet cynisch. Nou, het zou mooi meegenomen zijn. Het zou mooi meegenomen zijn als me dat ook nog lukte. Maar ik ben wel met iets anders bezig. Hoewel, nou ja, ik zit een beetje met dat woord engagement. Ik vat het even heel beperkt op. Dat houdt het gesprek wat helder. Laten we, maar, zeg maar, à la case iets, part van. Ik ga iets wat heel erg vorm en toon is maken. En dat publiceren is ook al een maatschappelijk engagement, namelijk het statement: dit moet kunnen en dit hoort ook in de samenleving thuis. Dus ja. Dan ga ik een beetje zwemmen, hoor, met de vraag. Ja, nou ja, kijk, jij schrijft over de kernramp van Fukushima 2012. Dat 11 maart 2011. Echt met een bedoeling van: we moeten iets weten over hoe we bang worden gemaakt of zo. Nou, ik wilde. Het boek heet Het Gevaar van Angst. En. Ik bedoel, het gevaar van angst is volgens mij heel erg groot. Misschien wel steeds groter. Maar dan moet je met een casus komen. Ja. En Fukushima was de perfecte casus. Want mag ik even een publieksdingetje doen? Ja, tuurlijk. Mag ik even vragen aan de zaal of iemand een idee heeft hoeveel mensen er ziek zijn geworden dan wel zijn overleden de afgelopen 7,5 jaar door straling die vrij is gekomen bij de kernramp in Fukushima? Iemand die denkt dat het bijvoorbeeld meer dan 100.000 mensen zijn die ziek zijn geworden. Veel meer, zegt iemand.
Nou, ik ga het gewoon even verklappen. Er zijn 0 mensen ziek geworden, er zijn 0 mensen dood gegaan. Ook niet die ene persoon die officieel dood is gegaan. Die is wel officieel dood gegaan door straling, maar niet echt. Ja. Dat is ook een ingewikkeld verhaal. Maar er zijn wel ongeveer 1600 mensen overleden, omdat ze zo bang werden van de straling dat ze zijn overleden door stress ten gevolge van de straling. En dan kun je dus zeggen dat de angst voor het gevaar gevaarlijker wordt dan het gevaar zelf. Ja. En dat maar bij is, Tsjernobyl lag dat toch een beetje anders, hè? Alhoewel er nog steeds niet zo heel veel gevallen zijn. Maar het verschil is bijvoorbeeld dat Rusland in het geval van Tsjernobyl 10 dagen heeft gewacht met tegen mensen zeggen dat het misschien een goed idee is om je te verplaatsen. En dat heeft natuurlijk wel effect. Plus dat Tsjernobyl in het midden van het continent ligt. De kerncentrale van Fukushima ligt aan de kust. En de wind stond zo dat de meeste stralingsdeeltjes de oceaan over zijn gewaaid. Terwijl wij hier de sla uit de volkstuintjes niet mochten. Ja, dat is allemaal onzin. Maar dat is een ander verhaal. Maar hoe zou je dat boek omschrijven? Hoe wordt het aan de boekhandel verkocht? Wat voor een soort type boek is het? Het wordt niet echt aan de boekhandel verkocht. Hoe zou het verkocht moeten worden? Is dat een roman? Nou, ik denk wel dat het leest als een roman. Ja. Je hebt het gelezen? Nee. Je hebt het niet eens gelezen? Nee, Wat is dat voor voorbereiding? Ja, nee, het is een voorbereiding van niks. Nou, ja, nee. Nou ja, het leest als een roman, maar het is natuurlijk allemaal echt. Ik ben dus heel slecht in het Sander zit hier. Sander, mijn redacteur. Sander, hoe verkopen we dit boek aan de boekhandel? Prima, zegt hij. Nou. Documentaire. Documentaire? Zo zou ik het dan zelf weer niet, maar het is allemaal goed. Ja, nou, we hebben daar dus discussies over. Wat ik heel fijn vind, is dat het nu vertaald gaat worden naar het Engels. En dat het boek aanleiding is nu om mogelijk wereldwijd ook echt beleid te gaan veranderen. Als het gaat over communicatie bij, nou, onder andere kernrampen, maar meer communicatie in het geval van gevaar. Want ja, communicatie van een gevaar is heel ingewikkeld. Bijvoorbeeld, hè, wat je dan nu ziet is dat bij die centrale in België, dat dan volgens mij in een cirkel van 100 kilometer daaromheen zijn dan nu jodiumpillen gratis verkrijgbaar. Ja. Nou, wat is nu het effect van gratis verkrijgbare jodiumpillen voor de zekerheid? Ja. Mensen denken, oh, we krijgen gratis jodiumpillen, dus het zal wel gevaarlijk zijn. En mensen worden bang. Ja. Dus je zet een middel in om mensen te beschermen. En die bescherming zorgt voor angst. En die angst zorgt in veel gevallen voor dat mensen juist ziek worden. Ja. En dus wat doe je dan? Ja. En er zijn nu bijvoorbeeld theorieën dat er eigenlijk niemand geëvacueerd had moeten worden in Fukushima naar die kernramp, omdat er dus heel veel mensen dood zijn gegaan door de angst. Maar er zijn ook heel veel mensen overleden door de evacuatie zelf, omdat dat zo ineens moest, ja, in enorme stormen, aardbeving, weet ik veel wat, dat er heel veel mensen die vanuit ziekenhuizen zijn geëvacueerd zijn overleden tijdens de evacuatie. Ja. Dus nogmaals, geen stralingsdoden, maar wel bijeffecten. Dus dan kun je misschien mensen beter gewoon in huis laten zitten en dat beetje risico op straling voor lief nemen. Ja. Misschien mag ik er nog iets over zeggen, ja, want ik kwam daar net niet goed uit. In mijn jongste roman gaat het over, kort gezegd, de ondergang van het eikwezen en een bepaald soort winkels en zo. En mijn gevoel erbij, en ook bij het schrijven is heel erg, hoe mensen 40, 50 jaar lang werken, dat het allemaal voor niets is en wat een helden dat dan eigenlijk zijn. Mm-hmm. Op de ene manier heb ik een enorm sentimenteel iets bij mensen die een winkeltje beginnen en het mislukt. Veel erger dan bij andere dingen die mislukken. Omdat het zo zichtbaar is. Dat engagement is ook bij het publiek, hoe het wordt opgenomen. Mij is opgevallen dat in Nederland het erg werd beschouwd als een nostalgisch boek. Van goh, het was in de jaren 50 en 60 was het zo. In Duitsland is het begin van het jaar verschenen. Ik doe vrij veel van die lezerreizen en optredens en zo. Mm-hmm. En daar heeft iedereen het heel erg over een politieke lading. Hè. Het is toch tegen het groot kapitaal en de supermarkten. Maar is dat hun interpretatie of jouw bedoeling? Nee, maar het is dus ook het... Nee, ik vind het allebei heel mooi en interessant. Ja. Maar het is hetzelfde boek wat door het publiek, door het ene publiek als geëngageerd in Duitsland, ja, wordt beschouwd. En door een ander publiek als mooi, nostalgisch in Nederland. Maar is je dat heb ik misschien allebei of allebei niet ingestopt. Maar als je naar Katinka luistert, denk je dan zo zou ik dat ook willen? Zou je zo gedreven een bepaald onderwerp aan de man willen brengen? Ik heb
veel journalistiek gedaan en non-fictie geschreven ook. En dan heb ik er wel degelijk een bedoeling mee. Maar fictie is voor mij een manier om iets anders over te brengen. Iets wat minder grijpbaar is. Ja. Iets wat je niet op een andere manier kunt zeggen dan door een verhaal. Persoonlijker ook, of niet? Ja, daardoor wordt het denk ik wel persoonlijker. Hoewel, als ik me kwaad maak in een pamflet of een essay, dan is dat ook heel persoonlijk, hoor. Ja, ja. Nee, maar ik bedoel maar eigenlijk meer persoonlijk. Emotioneel, ja. Wat is persoonlijk? Ja. Nee, het, op de een of andere manier heeft het voor mij meer waarde, omdat ik denk dat voor die fictie geldt of het nou goed of slecht is. Dit is iets wat alleen ik had kunnen schrijven en voor non-fictie geldt dat minder. Ik zal het persoonlijk toelichten. Ja. Als ik nou kijk naar jullie persoonlijke geschiedenis over hoe je opgroeit, eer uw vader en uw moeder haal ik er dan bij. Ja, ik werd al aangehaald. Ik zie al een beetje zo. Wat? Ik werd al aangehaald, ja. Ja. Je zou kunnen bedenken dat een vaderfiguur doorspeelt in wat je schrijft, of niet? Of is dat een te simpele aanname? In jouw geval bijvoorbeeld, Hans Maart, is die vader die vertrekt vrij vroeg. Dat heeft een bepaalde impact, neem ik aan. Denk je dat zo'n verdwenen vader uiteindelijk terugkomt in fictie? Ja, maar misschien niet in de persoon van de verdwenen vader. Dat is wat ik bedoel met persoonlijk, snap je? Ja, snap ik, ja. Waarom zei je niet gewoon ja, Antoinette, in plaats van een beetje... Omdat ik niet altijd zo braaf en gehoorzaam ben. Is dat bij jou? Overigens zouden je interviews dan ook veel korter worden als mensen gewoon ja... Ja, dat is ook wel weer zo. Dat is ook wel zo. Ik kijk ook weer naar de klok. Dat is ook al handig, die hangt daarboven. Dan kan ik, maar is dat bij jou ook zo? Wat is bij mij zo? Is bij jou je persoonlijke, zeg maar hoe je opgroeit of wat je meemaakt in je eigen leven, speelt dat een rol in je werk zoals jij het nu maakt? Nou, ja, dan, ik denk dat je ook nu naar mijn vader vraagt feitelijk. Vertel eens iets over je vader. Mijn vader, er zijn denk ik in de wereld niet zo heel veel mensen die intrinsiek slecht zijn. Mm-hmm. Mijn vader is een van die paar mensen. Die het wel is, bedoel je? Die intrinsiek slecht is, dus die het slecht bedoelt. Die extreem gewelddadig was. En dat betekent dat mijn jeugd dus niet zo leuk was. Nee. Dat is een understatement. Maar dat betekent ook dat ik best wel veel kan handelen, zeg maar. Ik heb bijvoorbeeld onwijs veel dreigmail gekregen in de afgelopen 15 jaar. En ik denk dat ik dat heel makkelijk aan kan, omdat ik... Ik bedoel, je kunt mij toewensen of met mij willen doen wat je wilt. Ja. Maar het ergste heb ik al gehad, dus try me. Ja. En, dat... Maar dan heb je het over hoe je... Je hebt daar zelfs een boek van gemaakt. Ik heb daar ook een boek van gemaakt. Geweldig boek. Ja. En, maar ook dat ik heb dit boek geschreven over Fukushima. Ja. Ik ben, voor zover ik weet, de eerste ter wereld die verslag doet van de situatie in Fukushima en daar langer dan een paar uur was. Ik was en dat heeft te maken met dat je zo gehaast bent door een slechte jeugd. Nee, ik ben niet bang voor dingen. Ja, ja. En ik denk dat dat heel erg daarmee te maken heeft. Dat ik. Maar kan je het je voorstellen dat je een roman zou schrijven over wat je hebt meegemaakt? Dus niet activistisch, over maar... Over mijn vader? Ja, ja, bijvoorbeeld. Nou ja, zeker, want ik ben daar wel over aan het praten om dat te gaan doen. Met Sander? Ja, en om dat samen te doen met een vriendin die ook een hele vervelende vader heeft. Ga je het samen schrijven, bedoel je? Of? Wij praten daar nu over om dat te doen. Ja. Ja, waarom zou je dat samen doen? Nou, omdat het is een hele persoonlijke kwestie, niet alleen voor mij. Maar het gaat ook mijn familie aan. En dan bedoel ik niet mijn vader zelf. Maar mijn vader, dat kan me niet veel schelen. Maar ik heb ook nog een moeder die heel aardig is. En een broertje en een zusje en ooms en tantes. En iedereen vindt daar dingen van. Ja. Hè? Dus op het moment dat ik in mijn eentje een boek zou schrijven over mijn intrinsiek slechte vader, dan heeft dat onwijs impact ook op hun levens. Ja. En op het moment dat ik een boek schrijf met iemand anders of met meerdere andere mensen die ook hele nare ervaring hebben met hun vader, dan wordt het ineens een soort groepsding. En dan is dat minder een soort... Dus dan ervaart mijn leuke familie dat minder als een soort aanval. Want dat toch ervaren mensen dat. Dus het is ook gewoon rekening houden met andere mensen. En wanneer gaat dit gebeuren, denk je? Geen idee. As we speak? Of, As we speak wordt daarover gesproken. Oké. Okay. Ja. Had je ons daarom bij elkaar gezet vanwege... Ja. Wij vroegen ons al af, waarom moeten wij nu weer naar elkaar? Ja. Waarom wij? En vind je het leuk? Of,
Nou, ik begin nu het patroon te zien. Oh, okay. Ja, en dat, en op de valreep, hè, dat patroon. Dat, je moet al bijna afsluiten. Ja. Maar ik wil jou nog even iets voorleggen. Jij zei dat je begeerig was naar vele levens, naar meerdere levens. Ja. Is dat nog steeds zo? Ja, maar de klok tikt. Niet alleen daar, maar ook in mijn leven. Ja. Nou ja, er is wel veel veranderd in mijn leven sinds dat we elkaar nogal, spraken. Hè? Dus het leven is nu anders geworden, gelukkig. Ik bedoel, alle molecuultjes in je lichaam zijn geloof ik ook vervangen. Maar wat bedoel je, was je ongelukkig toen we elkaar spraken? Nee, ik was eigenlijk heel gelukkig. En ik ben het nu weer. Dus het is goed dat je even de tijd hebt genomen. Want er zit een ongelukkige tijd tussen, bedoel je? Ja, er zitten wel wat dingen tussen. Maar zie je, wat je zegt, ik ben nu weer gelukkig. Is dat dan het gevolg van een stijgende lijn? Of is het een soort hobbel die je hebt genomen en je bent nu weer terug bij af? Dal in, berg erop, ja. Ja, dat wel. Ja. Ik wil het gesprek niet rekken, maar kinderen spelen daar wel een rol in, hoor, ook. En viel mij op dat je terloops zei van ja, toen liet ik mij steriliseren. Ja, dat is fascinerend wat je nou zegt, want daar had ik ook een opmerking over. Jouw jeugd brengt met zich mee dat je zegt, en ik ga nooit aan kinderen beginnen. En je vindt het eigenlijk dat iemand die besluit om geen kinderen op aarde te zetten, meewerkt aan een betere wereld. Jij zei tegen mij toen, ik wil een kind, zodat ik een kind krijg dat mij kan vergeven voor mijn onvolkomenheden. Dus jij wilde. Dat is gewoon biologie, hè? Wat hij zegt. Nou ja, maar het is wel. Ecologisch ben ik het ermee eens, hoor. Maar persoonlijk, ja, nou, ik heb dat van jongs af aan gedacht, van dat ga ik beter doen. En dat lukt natuurlijk niet. Maar je wil een kind om het beter te doen? Dat was wel de gedachte, ja. En hoe is dat uitgepakt dan? Ja, dat moet je hun vragen. En wat denk jij? Er zijn er drie. Ik zelf vind dat ik het beter doe. Mijn vrouw zegt dan haha. Dus, ja. En de waarheid ligt van... Nee, ik doe het wel. Ik doe het wel. Ja, beter. Toch. Ja, dat weet je ook wel. Ik ga niet vals bescheiden. Nee, precies. Ik had denken voor jou de laatste. Jij zei toen tegen mij dat je de stad uit wilde, het platteland op zou gaan en als een kluizenaar zou gaan leven en dan eigenlijk nooit meer tevoorschijn komen. Het lijkt me nog steeds heerlijk. Maar je zit hier. Ik moet de wereld nog even redden. Ik ben nog niet klaar. Denk je dat het gaat lukken eigenlijk, de wereld redden? Zeker. Maar meen je dat nou? Ja, maar dan moet ik wel even... Is dit hetzelfde als Stella die zegt, nee, ik wil beroemd worden? Zeker niet. Nee, dat is Stella. Nee, sorry Stella, ik hou heel erg veel van je. Maar hoe ben jij dan? Nou, ik... Dan moet je gaan definiëren wat dat betekent, de wereld redden. En ik geloof heel erg in een sneeuwbaleffect. En ik geloof dat ik goed kan mikken. Dit is hetzelfde als het gezegde, als ik één mens red, dan red ik de wereld. Dankjewel. Nee, dankjewel gewoon. Er komt nu een... Dankjewel. Ik weet eigenlijk niet precies wat er nu komt. Er komt denk ik een filmpje van Marijn en mij. Wij zijn naar Maarten het Hart gereden. Die wou namelijk niet hierheen komen. Dus als Mohammed niet naar de berg komt... Nee? Andersom misschien. Als de berg niet naar Mohammed enzovoort. Dus we hebben een filmpje gemaakt en ik hoop dat zo vertoond gaat worden. Moet ik nog langer kletsen voordat het komt? Of moet ik gewoon gaan zitten en... Maarten het Hart. Dank je. Sluis geweest. Maar is het nog steeds zo heftig? Is het nog steeds zeg maar, de bron van alles? Ja, dat is nog wel de bron van alles. Ja. Die gelukkige jeugd, zeg maar. Hè. Ja, in ieder geval die jeugd waarbij van alles gebeurde. Voor mijn gevoel. Wat ik me ook herinner, ik me helemaal niet, maar dat heb ik opgezocht natuurlijk. Nou, ik doe even alsof. Dat je vertelde... dat je een dominee Kuiper had, meen ik, bij de godsdienstles. En die jullie er vooral vertelden dat je van binnen zuiver moest blijven. Ja, dat was dominee Krijger. Oh, Krijger. Ja, uit Schiedam.
Ja, binnenste boven al zuiver houden. En hoe moest je dat ongeveer doen? Wat was het idee daarbij? Je mocht niet onzedelijk fantaseren. Je mocht nergens in die richting gaan denken. Dus die gedachten of beelden of wat je dan ook maar in je gemoed had, moest je meteen afkappen. Waarbij je van de romstuit hevig... Ja, natuurlijk. Zo werkt dat. En hoe zit dat daarmee? Nou, ja. Lukt het je nog om van binnen zuiver te blijven? Ja, nu is het veel makkelijker geworden. Heeft dat met ouder worden te maken? Dat heeft wel met het ouder worden te maken. Ja, dat is wel een voordeel van... Ik vind dat het helemaal niks is om oud te worden, maar... Een voordeel ervan is wel dat de seksuele begeerte niet meer zo heftig is. Hoe is dat een voordeel? Dat lijkt me echt Nee, dat is ontzettend prettig. Ik kan op straat lopen en een ontzettend aardig meisje zien en toch niet denken met een van daar zou ik wel mee op stap willen. Is dat überhaupt een lastig ding voor je geweest? Is het een beetje... Ja, lastig, maar... Ja, het was wel voortdurend aanwezig natuurlijk. Ik herinner me ook dat we elkaar een keer spraken. Dat vond ik zo'n grappig verhaal dat je vertelde dat je in Amsterdam ging, naar een uitgever waarschijnlijk of zo. En dat je dan met opzet langs de ramen liep. Ja. En dan kwam je aan bij de plaats van bestemming. En dan had je mooi een bezoek aan een prostituee uitgespaard. En dan kon je daar wel een LP van Bach kopen. Ja, zeker. Maar dat hoe concreet is dat? Is dat nou, gaf je uiteindelijk daar wel aan toe? Of ben je altijd wel zuiver gebleven? Nee, ik ben een ontzettend zuinig mens. Dus ik zou nooit van zijn leven daar geld aan uitgeven. Maar dat heeft met geld te maken. Ja, met geld te maken. Prima heeft dat met geld te maken. Voel je nou uiteindelijk een zuiver mens? Nou ja, dat vind ik een moeilijke vraag om te beantwoorden. Maar ik voel me niet een zondaar, laat ik het zo zeggen. Hoe zit het met je competitiedrift of je bewijsdrang? Heb je die? Op het literaire vlak? Nee, niet zo erg meer. Maar heb je dat wel gehad eigenlijk? Nou, vroeger wilde ik wel... Biesheuvel en mensen van Keulen die tegelijk met mij gedebuteerd zijn overtroeven. Maar dat gevoel heb ik helemaal niet meer. Nee. Ben je niet meer ambitieus? Ik ben wel ambitieus, maar ik wil gewoon iets schrijven waar ik zelf heel erg tevreden over ben. In die zin ben ik nog steeds heel ambitieus. Maar het is niet dat ik iets wil schrijven om, laten we zeggen, Biesheuvel naar de kroon te steken of mensen van Keulen. Dat heb ik niet meer. Is het dan of zo zelfs dat... Van der Heijden of Rozenboom. Is het dan zo dat je uiteindelijk meer voor jezelf gaat schrijven naarmate je ouder wordt? Ja, het plezier van het schrijven is primair gelegen in het feit dat je er zelf zo plezier aan beleeft. En dat was vroeger meer een beetje naar de mond schrijven? Of, ja, dat kan je niet zeggen, maar vroeger hield je toch wel meer rekening met wat andere mensen ervan zouden denken of vinden, maar dat heb ik helemaal niet meer. Dus als het publiek zegt van nou, Magdalena zei flutboek, zeg maar, dan denk jij best, want ik vond zelf... Mooi, zo. Ja, precies. Ik vond het zelf goed gelukt. Nou, het publiek heeft dat niet gedacht. Nee, roep maar wat. Er zijn er 100.000 van verkocht, wat eigenlijk tamelijk veel is. Maar... Steek je dan toch wel een beetje op als ik het bewijs van grap zeg? Nee, helemaal niet. Nee, hoor. Want ik las wel een paar pittige kritiek. Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die het weer niet goed konden. Ja, maar dat vind je minder erg. Ja, daar heb ik helemaal geen last van. Maar heb ik het verkeerd als ik zeg dat circus weer sowieso nooit zo is bevallen van het gedoe eromheen, boekenballen? Nee, dat vond ik altijd al verschrikkelijk. Ja, boekenballen ben ik in 1991 voor het laatst geweest. En als je nu bedenkt dat dit filmpje wordt uitgezonden in de balie en er zitten allemaal collega's van je naar te kijken, dan denk ik niet, shit, jammer dat ik erbij ben. Nee. Of juist, hoera. Dat vind ik juist wel plezierig. Je wil ze ook niet de route doen of zo? Nou, ik wil ze best de route doen, maar de meeste ken ik helemaal niet. Oh. En zij kennen mij meestal ook niet. Maar ik wil helemaal niet aan netwerken. Ik bedoel, ik ga nooit ergens heen. Ik ben niet... iemand die naar presentaties van boeken gaat of zoiets. Maar het is ook wel minder relevant aan het worden of zo? Ja. Of nooit geweest? Nooit geweest. Waar ben je nu mee bezig? Ja, ik ben nu een verhaal aan het schrijven over iemand die orgel stemt. Maar zit, behalve dan dat het me reuze interessant lijkt, een orgel stemmen, maar zit er ook iets in dat je, als je ouder wordt, meer over... bepaalde inzichten wil gaan schrijven in plaats van, of is dat een gekke vraag? Dat zou kunnen hoor, maar dat geldt voor mij niet. Ik ben nu primair met dat verhaal bezig. En dat is bijna technisch.
Ja, dat is, je wil dat verhaal zo ook mogelijk vertellen. Dat heb ik eigenlijk altijd gehad. Ja, maar niet dat je denkt, ik wil bepaalde inzichten. Nee, ik wil geen inzichten. Je wil geen ideeën, Roman? Nee. Ik heb helemaal geen inzichten. Nee, ik heb een verhaal in mijn hoofd en dat verhaal dat wil ik graag vertellen. En dat kan elk verhaal zijn? In principe wel, maar dit moet wel een verhaal zijn waar je zelf bij betrokken bent, zal ik maar zeggen. En Orwell, Kerkhoff vind ik geweldig. Maar je zou toch denken, als je meent dat je jeugd de voornaamste bron is, en dat je altijd weer naar die kinderjaren... Volgens mij heb je toen nog een gedicht geciteerd toen je over 10 geboden sprak. Die ben ik even vergeten, maar... Dan zou je denken, op een gegeven moment ben je toch klaar met uitpluizen of je komt ergens of zo. Van nu ontdek ik van waar dingen vandaan komen of hoe ik in het leven sta of zo. Maar jij gebruikt alleen feitelijk zo van een rolstemmer, een grafdelver. Dat zit niet op inzichten vast. Nee, en ook niet op ideeën. Bij mij niet in ieder geval. Dus dat maakt je ook niet wijzer in die zin? Nee, het maakt me niet wijzer, nee. Ben je überhaupt wijzer geworden in de loop van je leven? Nou, dat weet ik niet. Misschien wel niet. Ik heb er geen idee van. Hij zei orgelstemmer. Orgelstemmer. Ja, daar gaat zijn volgende boek over. Moeten jullie allemaal kopen. De laatste twee gasten die ik graag hier wil uitnodigen zijn Marieke Lucas Reineveld. En Midas Dekkers. Ik dacht dat we nog pauze hadden. Wat? Een pauze? Nee, er is geen pauze, jongens. Dus we gaan gewoon door. Met de jongste en de oudste. Dat wil zeggen, nou misschien ook wel letterlijk natuurlijk. Maar ik sprak jou, Midas, in 98 ook, in juli. En jou in januari van dit jaar. Was zij toen al geboren? Ja. Nou, dat is een goeie. Zij was toen 7 toen ik jou sprak. Midas, wat gebeurt er als je een kat heel hard aan zijn staart trekt? Wat gebeurt er als je een kat heel hard aan zijn staart trekt, wat gebeurt er dan? Dat hangt een beetje van de kat af, maar als het een kat is waar ik van hou, dan ben je nog niet jarig. Maar de kat zelf sterft niet, toch? Nee, die staart is vrij goed bevestigd aan de romp. Ook niet als ze heel jong zijn? Dan ben ik echt voor de gek gehouden. Ja, dat bedoel ik. Dat heb ik, oh, wat jeetje. Ik heb het altijd gedacht inderdaad, als katjes heel jong, dat werd mij altijd gezegd. Maar misschien om het gewoon te zeggen dat ik dat niet mocht doen. Maar toen zeiden ze altijd van, dan gaan ze dood. Dus ik heb dat toen een keer uitgeprobeerd, omdat ik dacht, ze gaan dood. En ik wilde toch even kijken of het dan echt zou gebeuren. Stom verbaasd dat ze nog in leven bleven. Ja, nou ja, ik zelf ook. Maar ze zijn in leven gebleven. En heb je het daarna bij allerlei andere dieren geprobeerd? Er is wel een reeks voorbij gekomen, ja. Maar niet meer bij katjes. Nou, dat heb je me niet verteld. Dat er nog meer experimenten waren. Nou ja, op het platteland probeer je wel eens wat. Je hebt ook een konijn vermoord. Nee. Jawel. Zoveel wortels gegeven. Ja, maar ja. Dat hij uiteindelijk is geploft. Nou, dat is een heel triest verhaal. Ik ben nog steeds daarom. Konijnen kunnen ook echt nergens tegen worden. Nou, precies. het was echt een prachtig konijntje. En ik voelde gewoon heel veel liefde voor het beestje. En ik heb hem dus uit liefde heel veel wortels gevoerd. En daar is hij dus aan gestorven. Sommige vrouwen doen dat met hun man.
Maar Miras, is dit biologisch mogelijk eigenlijk? Kan je een konijn vermoorden met wortels? Ik krijg zo'n last van buik. Dat niet in letterlijk, maar er zijn dus heel veel mensen die hun huisdieren zo ontzettend lief hebben. En het probleem van het liefhebben van je huisdier is dat je wel tegen dat beest kan zeggen, ik hou van je. Dan weet dat beest veel wat je zegt. Nee. Dus om duidelijk te maken hoeveel je van hem houdt, is eigenlijk het enige wat je kunt doen, hem eten geven. Ja. En hoe meer eten je hem geeft, hoe meer je van hem houdt. Dus je ziet dat vaak mensen die honden hebben, waarvan de pootjes niet meer onder, maar terzijde van het lichaam zijn gekomen vanwege al die liefde. Een hondje mag in zijn pootjes knijpen als hij niet wordt lief gehad. Ja. Praat jij ook eigenlijk tegen je dier? Ja, maar dat is de onvermijdelijkheid. Wij denken dat onze poezen zo stom zijn om in ons een andere poes te zien. Hè? Dat hebben wij geleerd van Konrad Lorenz, hè, met die gansjes. Ja. Die denken dat ze kleine bioloogjes zijn. Ja. En wij denken die poezen die zijn stom, die denken dat wij ook een poes zijn. Maar wij zijn stom, want wij denken dat die poezen ook mensen zijn. Ja. Als ik thuis kom, dan roep jij. Heb ik dat onder 12,5 jaar biologie gestudeerd. En dan lul ik nog tegen mijn poezen in het Nederlands. Wat zeg je dan? Als je dan tegen ze lult, lul dan in het Frans tegen ze. Dat begrijpen ze tenminste. Maar wat roep jij zo al? Ik schaam me dood. Nee, dit ga ik jou niet vertellen. Nee? Misschien als we nog eens 's avonds heel laat op een bankje ergens zitten in de maneschijn. Nee. Maar ik vroeg dit eigenlijk omdat jij tegen mij zei, die obsessie met de dood, daar ging het eigenlijk over. Hè? Zo begonnen we daarover en jij zei, ik heb een obsessie met de dood en dan gingen we van de kat naar het konijn. Maar je bedoelt eigenlijk iets anders toch, als je het hebt over de obsessie voor de dood? Vooral als kind had ik een obsessie met de dood. En omdat mijn broer ook was overleden en dat ik woon op een boerderij. Dus ik wilde eigenlijk zien hoe de dood eruit zag en of ik hem, of hem kon ontmoeten. En ik dacht, als een dier doodgaat, dan zie je hem misschien. Alsof het een soort van personage is dat je kon ontmoeten. En het stelde me ook niet gerust als het dan een dier dood was. Want je zag het toch niet. Nee. Dus het moest dan steeds opnieuw. En ik heb daar heel veel over geschreven en mensen schrikken er toch wel iedere keer weer van. Dan mensen uit een dorp die zeggen van, oh ja, maar dat deden wij ook, wij bliezen ook kikkers op. En mensen uit de stad die begrijpen het niet en die zeggen over, maar hoe kon je dat nou doen? Terwijl, ik heb natuurlijk niet alles gedaan wat ik heb beschreven. Maar je bent nu dat kind toch niet meer? Dus hoe kijk je nu dan? Heb je nog steeds je obsessie voor de dood, denk je? Ja, maar nu niet zozeer dat ik denk dat ik daarvoor een dier moet doden. Maar wat wel? Ik eet wel veel vis, maar dat is niet, dat is natuurlijk niet vergelijkbaar. meer dat ik nu meer gericht ben misschien op mensen en op mezelf. Ik kwam toch wel vroeg achter van dat het gevaar altijd op de loer ligt en dat je. Ik ben ook heel lang bang geweest dat als ik iets fout zou doen, dat God me zou straffen en dat hij dan zou overlijden. Zo. Dat idee heb ik nog wel eens. Dat ik het nu bang ben dat het bij mensen gebeurt of bij mezelf. Of dat je daar ook een beetje op het randje kan lopen. Van, maar kan je zeggen, als je terugkijkt naar dat begin en naar nu, Ben je dan vooruitgekomen of ben je nog steeds hetzelfde angstige kind van toen? Nee, ik denk dat ik nog wel dezelfde kinderangst heb als toen. En er net zoveel last van heb als toen. Ja, en dat is misschien ook wel de reden waarom ik schrijf. Dat is een soort van bezwering op al mijn angst. Ik gebruik ook mijn angsten om daarover te schrijven. En werkt dat dan? Nee, het is niet zozeer dat je nu niet meer bang, maar ik denk dat ook dat je, wat zou een leven zonder angsten zijn? Ik kan me dat ook weer niet heel goed voorstellen. Ik vind dat wel fantastisch hoor, dat jonge mensen banger zijn dan oude mensen. Dan heeft dat tenminste nog enige zin om ouder te worden. Want hoe ga jij daarmee om eigenlijk? Want ik las ook ergens dat je al een keer hebt proef gelegen in een kist. Ja, natuurlijk. Waarom precies? Nou, om er vast aan te wennen. Ik bedoel, als je een huisje koopt of huurt voor de vakantie, dan ga je toch ook eerst een weekendje proberen of dat huisje wel lekker zit. Ik wil niks verklappen, maar als je dood bent, dan weet je dat toch niet meer? Oh, shit. Hoe
hoe lag dat dan? Hoe lag dat, zo'n kist? Zat er een fluwele dekentje in? Of nou ja, er is zo'n televisierubriek. Met zo'n kist. En dan als je durft, dan mag je er even in gaan liggen om te kijken hoe dat is. En nou ja, kijk, ik ben maar een jaar of 72 à 100 leef ik maar. Ja. En de meeste jaren van je leven ben je dood. Dan is het toch wel verstandig om even te kijken hoe dat... Maar het klinkt wel een beetje als een grap. Nee, het is helemaal... Ja, hoe kun je tegen de dood anders aankijken als ben je er bang voor? Vanaf mijn prille jeugd al heb ik van elke dag minstens een uur lang nagedacht over de dood. En wat denk je dan? Dan denk ik van, goh, wat erg dat ik een uur lang elke dag over de dood moet denken. Maar wat fijn dat ik erin slaag om 23 uur per dag er niet over te denken. En wat denk je dat ene uur? Wat zijn dat voor voorstellingen dan? Ja, het is gewoon de pest in. Dus dat er, vroeger dachten we een schepper. En nou ja, wij hebben de evolutie uitgevonden. Maar iemand of iets heeft mij in elkaar gezet. En dat heeft hij echt fantastisch gedaan. Ik weet als bioloog beter dan wie dan ook. Hoe ontzettend knap al die onderdelen, zelfs bij een waterflow al. Hoe ontzettend knap al die onderdelen, die pootjes en die cellen. En ze grijpt allemaal op elkaar in en zo. En dan denk ik, godverdomme, wat is dat voor een lul geweest die dat in elkaar gezet heeft. Zoiets moois maken. Zoveel werk om dat in elkaar te zetten. En dat dan gewoon na 72 à 100 jaar kapot laten gaan. Als ik die gozer nog eens tegenkom in een donker steegje, dan zal ik hem dus wat vertellen wat ik daarvan vind. Maar dat dacht je al vrij jong, toch? Zeg maar sinds Pater Mooiman? Kijk, zolang je je geloof nog hebt, dan is er niks aan de hand. Want dan is er Wanneer heb je dat geloof niet meer dan? Dan begint het pas. Sinds wanneer heb je dat geloof niet meer? Oh, dat kan ik op de seconde nauwkeurig kan ik dat vertellen. Dat was... Ik zat op een katholieke school en als je dan toch op een katholieke school zit dan ook nog op een jezuïetenschool. Dat deed ik ook en daar was pater Mooiman, dat was de pater des paters. En die gaf ons godsdienstles en daar had ik altijd een 10 voor, want die verhalen die zijn fantastisch natuurlijk. Hoe iemand zo'n hele godsdienst bij elkaar kan verzinnen, hebben ze een miljoen jaar over gedaan, maar goed, hebben ze allemaal voor elkaar gekregen. En toen, ja, een jaartje of 13, dan begin je een beetje te twijfelen. En die Mooiman die zei maar van, nee, het is allemaal... Tot ik op een gegeven moment tegen pater Mooiman zei van, geloof u dat nou eigenlijk zelf? En toen werd hij me toch een potje kwaad. Toen denk ik, ik heb hier op een zenuw getrapt. Die gozer gelooft er zelf niet in. Het is een vak. En toen viel jij ook. Ja, mijn vak is het niet. Dus ik kan rustig zonder geloof. Ja. Maar jij beweert dus nu dat je op je 13e van je geloof valt. En dat je nu op je 72e nog steeds hetzelfde denkt als toen je op je 13e dacht. Ja, er is niks voor in de plaats gekomen. Heb je niet gezocht naar iets anders? Wij leven. We hebben die godsdienst vaarwel gezegd. Nou ja, en terecht, om allerlei mogelijke redenen. Maar daarmee hebben we ons ook een heleboel troost ontzegd. We leven in een hele koude, kille, troostloze wereld. En tot voor kort kon ik mijn heil dan nog zoeken in het cafeetje op de hoek. Maar dat zijn ze ook aan het opheffen. Eerst de godsdienst en dan mijn cafeetje. Daar moet ik heen. Misschien is de dood toch zo gek nog niet. Gauw even door naar je collega hier. Marieke, jij zei dat jij het idee had dat God nog op de Vliering woonde heel lang. Ja, bij mijn ouders. Ja, bij je ouders. Ja, niet mijn eigen nieuwe. Maar toen kwam je erachter dat daar speelgoed stond, dus dat klopte niet. Maar bedoel je daarmee te zeggen dat God is verhuisd of bestaat hij gewoon niet? Hij bestaat nog wel, maar ik denk dat hij gewoon niet echt genoeg nam met onze Vliering. Dus ik denk dat het hij is ergens anders gaan wonen. Nou, ik zat er van de week over na te denken. Ik heb nog echt een soort van kindergod in mijn hoofd. De man met de baard. Die ergens in de wolken zit en op je neerkijkt. Nee, maar dat meen je niet serieus, toch? Nou ja, ja, dus wel. Ja? Ja, nee. Ik. Maar dat is misschien ook een soort van veilige gedachte. Omdat ik wil me een beeld bij kunnen maken. En dat is een goeie. En dat is hoe ik hem in de kinderbijbel heb gezien. Zo werd hij afgebeeld. Wat ik ook grappig vond, op een gegeven moment hadden we het over het ijdel gebruik van Gods naam.
En toen heeft, door de dood van jouw broertje op jonge leeftijd, is een van jouw broers opstandig geworden en die gaat op een gegeven moment godverdomme roepen in huis. En jouw ouders, jij dacht, de boerderij stort ineen. Ja, mijn ouders die bezwijken, dat was... Ik dacht, dat gaat niet goed. De rest van het gezelschap gaat eigenlijk in een soort rebellie en wordt opstandig en gaat zwalken. Maar jij wordt alleen maar banger, zei je. Maar betekent dat dan dat je eigenlijk een goddeloos universum nog enger vindt dan een leven met God? Ja, absoluut. Ja, ik kan me ook niet voorstellen. Mensen vragen ook wel eens van, maar geloof je dan nog? Ik zou ook nooit echt durven te zeggen ja of nee. Omdat ik misschien toch een beetje die kinderangst heb van, als ik nee zeg, dan word ik misschien wel, wordt hij misschien wel boos. Ja, serieus? Ik besta toch. Ik weet niet. Als kind heb ik er altijd heel erg in geloofd. En dat werd ook, ja, het was gewoon zo. En daar werd niet zoveel vragen over gesteld. En het is wel fijn als iets gewoon zo is. Ja, dan hoef je er ook niet over na te denken. Nee. En totdat je er zelf over gaat nadenken en je wordt ouder en 18 was de leeftijd dat we niet per se meer mee hoefden naar de kerk. En naar de catechisatie. En toen voelde ik mezelf ook niet meer fijn bij om nog wel te gaan. Maar dat wil niet zeggen dat je, als je niet naar de kerk gaat, dat je niet meer gelooft. Nee. Dat zijn toch twee verschillende dingen. Maar het begon denk ik wel te wankelen. Omdat ik altijd dacht van als ik bid en ik was bijvoorbeeld heel bang dat mijn oma's doodgingen. Dus ik ging dan bidden of ze beter werden. Dus ik had dan echt het gevoel dat gaat dan ook gebeuren en dat gebeurde ook niet. Ja. Nou heeft zij het natuurlijk, we hebben het steeds over het geloof. Hmm. Maar zij zei dat geloof van haar, die ketterij. Ketterij? Ja, ik ben katholiek. Oh ja, sorry, kom op, pas op. Het geloof van haar, dat deugt ook niet. Nee. He, daar kunnen we niet duidelijk genoeg over zijn. Dat geloof van haar, dat zadelt je dus op met allerlei angsten. Ja. En schuldgevoel en angst voor straf en zo. Maar, en wij hebben in de middeleeuwen al tegen hun niet gezegd, doe dat nou niet, dat is geen goed geloof. Blijf nou katholiek. Ja. En dan word je gewoon getroost in moeilijke zaken. Heilige Maria en zo. Maar nee hoor, zij moeten zo wij brandstapels oprichten. Nou, moet je zien wat er van komt. Maar wel een mooi boek, hoor. Dat wel. Wel een mooi boek. Gelukkig. Het is een heel mooi boek. Over dat boek gesproken. Je zegt dan dat het is tussen fictie en non-fictie in eigenlijk. Hè? Althans, tussen waarheid en fictie in. Dus het decor heb je gebruikt. Maar je ouders in het boek zijn niet de ouders in het echt. Nee, ik heb net zoveel verzonnen als dat er echt is gebeurd. En ik heb daar enorm mee gespeeld en dat vind ik ook het mooie van schrijven. Dat, dat je daarmee kunt spelen en dat je het met elkaar kunt vermengen. En wat waar is, ja, dat weet ik alleen en dat moet er ook niet toe doen. En ik zou niet een boek kunnen schrijven die helemaal waar is. Ik bedoel, dan ben ik volgens mij heel snel klaar. Zei je net niet eerder dat je dat schrijven nodig hebt? Dat je schrijven is een soort levensbehoefte voor je, toch? Om gestalte te geven aan wat er gebeurt en om jezelf overeind te houden. Ja, nou ja, dat schrijven sowieso, maar dat is net zozeer, dat is niet alleen wat waar gebeurt, maar ook wat ik heb verzonnen. Ik bedoel, dat is het hele schrijfproces eigenlijk. Maar ik vermoed dat wat jij, zeg maar, persoonlijk hebt meegemaakt veel meer in jouw werk zit dan dat het bij jou zou zitten, maar of niet? Dat kan me voorstellen. Ik gebruik wel alles wat in mijn leven is gebeurd of wat in mijn leven komt, dat gebruik ik in mijn werk. Maar dat brengt je meteen in de problemen, denk ik. Af en toe, ja, net als dat interview me ook wel in de problemen heeft gebracht. Ja, sorry, nog daarvoor. Omdat ik dacht van, omdat mensen dachten van, nou, vooral over die mango's die ik had gestolen. Ja, maar daar komen we zo nog even op. Oké. Okay. Maar het brengt je in de problemen. Dus aan de ene kant voel je een soort behoefte van, ik moet dit schrijven. Mm-hmm. Voor een deel is het waar, voor een deel is het verzonnen, maar dat moet eruit. Maar in die end kom je toch bij die ouders uit, of bij wie dan ook. En die zeggen dan, ja, wat maak je me nou? Ja, ook al is dat niet de waarheid. Ja, maar weet je, dat zul je altijd hebben, over waar je ook over schrijft, mensen zullen zich in herkennen. Ja. Want er zullen altijd puntjes zijn die waar iemand zich in kan vinden. Dus dat kun je bijna niet ontkomen. En ik denk met zo'n debuut misschien wel meer, hoor. Dat ze dan toch meer gaan zoeken van, ben ik diegene waar het over gaat? Je zei zelfs, ik hoop maar dat mijn ouders het niet lezen tegen mij. Ja. Is dat gebeurd? Dat is ook wel gelukt. Ze hebben nog steeds niet gelezen? Ze hebben het niet gelezen, maar
Ja, en toen zei ik van, ik vind het wel fijn. Later dacht ik van, nou ja, eigenlijk is het ook wel jammer als die ouders het niet lezen. Maar ik denk dat het misschien... het is ergens ook wel fijn en ik weet ook niet of ze het helemaal zullen volgen wat ik heb geschreven. Of ze het misschien zullen ze het ook wat te moeilijk vinden. Omdat het natuurlijk, nou, ik neem bijvoorbeeld, ik begin met de dood van mijn broer en ik schrijf daar... Dat is eigenlijk het uitgangspunt geweest. En ja. Daar heb ik altijd een boek over willen schrijven. Maar ik heb toen ook gedacht van als ik alleen maar schrijf waar het echt over gaat, dan ben ik snel klaar. Dus ik moet er heel veel omheen verzinnen. Ja, dat heb ik ook gedaan. Maar zij zullen toch wel wat lijnen herkennen. En dat is voor hun misschien best wel moeilijk. Dus op zich is voor mij oké als het ook niet lezen. Ja, ja. En ik haal mijn reacties denk ik wel... ik haal denk ik die behoefte misschien wel ergens anders van mijn lezers of van het publiek. Want je wil natuurlijk wel dat het gelezen wordt. Ja. Maar je kan ook moeilijk over iemand anders zijn ouders schrijven natuurlijk. Nou ja, Mira, het is goed dat je dat zegt. Want dat wou ik jou namelijk ook nog vragen. Misschien is je laatste boek over het kroegleven, volledige vergunning heet het? Volledige vergunning. Jij bent onder de bar geboren. Dus kind van een kastelein, van twee zelfs. Is dat dan zo persoonlijk als je durft te gaan? Of... Nou, het is zelfs zo persoonlijk dat ik gewacht heb tot ze dood waren. Is dat... Ik heb heel lang moeten wachten, want ze ging maar niet dood. Ze lag in een katholiek verzorgingstehuis. Nou, dan krijg je weinig kans om dood te gaan, hoor. Dus als je naar haar luistert, dan denk je waarschijnlijk ook van... hoe is het mogelijk dat je dat doet dan, of niet? Of hoor je dat niet? Want haar ouders leven... Nou ja, zij is zo verstandig geweest om het te schrijven terwijl ze heel jong is. Kijk, als je dan toch schrijft over je ouders... doen we het dan gelijk de volle map eroverheen. En waarom heb jij dat niet gedaan dan? Omdat ik een lafaard ben. En omdat ik dacht van nou, een lafaard. Mag die mensen even, die drinken zoveel, die gaan toch binnenkort dood. Nee, wacht eens even, Midas. Ik wil je even citeren. Nou, ik kan het waarschijnlijk niet vinden nu. Nee, ik weet het al uit mijn hoofd. Jij zei in 98... De psychiaters onder de lezers zullen nu wel in hoongelach ontsteken. Daar zijn nu toevallig ook psychiaters in de zaal, dat ik weet. Maar ik heb ondanks het feit dat ik niet uit een innig nest kom, heb ik helemaal niks gemist. Je ging het echt bagatelliseren. Van, je hebt eigenlijk een kutjeugd, maar je hebt er nooit geen last van gehad. Ja, integendeel, voor mij was het de redding. Wat was de redding? Dat ik ouders had die zich meer bezig hielden met het café, want dat is een... full absorbing gedoetje. Dus die waren de hele dag bezig met het café of ze waren dronken. En die hadden dus helemaal geen tijd voor mij. En ja, voor sommige mensen zal dat rampzalig uitpakken. Dat zal best, dat staat in alle psychologieboekjes. Dus wat zal ik daar tegen inbrengen? Maar mijn eigen persoonlijke ervaring is dat het heerlijk is als je ouders zich niet met je bemoeien. Niet zeggen dat je dit of dat moet doen. En dan kom je er zelf achter wat je wel of niet moet doen. Ik denk dat ik als... er was niemand die tegen mij zei hoe laat ik naar bed moest. Maar ik ging denk ik eerder naar bed dan... En was er wel iemand die zei, kom maar hier, ik zal je troosten? Nee, er zei wel eens iemand van, hoe gaat het met je? En dan zei ik, nou, niet zo goed. En dan zei iemand, neem een borreltje. En dan ging het gelijk een stuk beter. Ja, dat wel. Ja, dat is toch helemaal niet om te lachen? Ja, wij leefden, ik ben opgegroeid, ik heb inmiddels bijgeleerd, maar ik ben opgegroeid in een omgeving waarin drank de panacee was voor werkelijk alles. Heb je hoofdpijn, neem een borreltje, kun je niet slapen, neem een borreltje, voel je je niet lekker, neem een borreltje, voel je wel lekker, neem ook een borreltje. Ja, dat ging zo bij ons. En daar vind je verder niks van? Nou, ik heb het verschijnsel panacee daardoor ontdekt. Ik heb inmiddels boeken geschreven over sport en over eten. En als je nu in onze maatschappij rondkijkt,
dan zijn daar voor de drank van vroeger, de cafeetjes van vroeger, zijn er nieuwe panacees gekomen. Voel je je niet lekker, ben je niet gezond, wil je oud worden, doe aan sport, ga gezellig met z'n allen eten. Wat er ook, welk euvel er ook is, met z'n allen gezellig eten en sporten, dat geldt nu als panacee. En ja, godzijdank, als bioloog weet ik dat het net zo'n onzin is als aderlaten. En als kasteleinszoontje weet ik dat het dezelfde onzin is als drank. Maar ja, ik heb niet zo'n zin in aderlaten en ook niet in sporten. Dus... Wat zeg je hier nou eigenlijk mee? Wat zeg je hier nou precies mee? Dat, nou, eigenlijk, als ik heb nou even opscheppen, 50 boeken geschreven. Dus ik kan een beetje overzien. En als je vluchtig kijkt naar mijn boeken, dan gaan ze over van alles en nog wat. Kinderen, vergankelijkheid, noem het allemaal maar op. Maar als je echt alles op een rijtje zou zetten, dan gaan volgens mij al mijn boeken over het zoeken naar troost. Vind je dat zelf niet opmerkelijk? Nou ja, het is een teken destijds, denk ik. Vroeger was er natuurlijk troost in de godsdienst. Of troost bij je ouders. Een algemene troost. Nee. Je zegt net, je kreeg een drankje voor dit en een borreltje voor dat. Ja. En dan vroeg ik aan jou van, en als je troost nodig had, dan die kreeg je eigenlijk niet. En nou zeg je net dat je hele oeuvre gaat over troost zoeken. Nou ja, dus ook mijn boek over drank. Het hele caféwezen, het echte ouderwetse café, dat handelt niet in drank, het handelt in troost. En de drank is het middel, de troost is het doel. Maar we leven in een maatschappij die doet alsof alles maar leuk en vrolijk en fris en aardig is. In een café zit niemand meer. Ze zitten allemaal buiten op het terras in de zon. Ja. In het licht. Alles moet licht zijn en lucht zijn en vrolijkheid en toekomstgericht en jeugd. En ik vind het allemaal best dat wij het leven vieren en de jongheid en de frisheid vieren. Dat moet allemaal gebeuren. Maar de waarheid is dat de helft van het leven bestaat uit schemer en schimmel en angst. Nou, je ziet het ook uit de populariteit van dit soort boeken. Dat mensen in het gewone leven de aandacht voor de schaduwkant van het leven niet meer tegenkomen. Ze hollen naar de boekwinkel om daar... Ja, ze weten eigenlijk niet goed... Waarom ze al die narigheid, lezen. Maar via een soort omweg is dat toch... En daar was toch, ik kan het niet genoeg zeggen, dat katholieke geloof was daar beter in, hoor. Wat vind je hiervan als je daar aan luistert? Ik denk dan van... Oude man. Nee, maar eigenlijk hebben we dus beide in de allebei jeugd... Je zegt gewoon, ik heb dan niets gemist, maar... Uiteindelijk mis je toch wel troost. Dus ik denk wel van, misschien had je geen betere of een andere jeugd willen hebben, maar het vormt je toch. En ik denk dat daar het schrijverschap ook wel vandaan komt. Want als je bijvoorbeeld wel een jeugd had gehad met troost, was je misschien wel nooit te schrijven geweest. Dan had je misschien wel je eigen kroeg begonnen. Dus dat wel, in die zin is het in allebei wel, is het misschien ook wel wat mooier eraan. Ja, dat is waar. Ik vind het ook wel een mooi punt om dan te stoppen hier, vind je? Ja, prima. Jongens, dankjewel. Ik geloof dat we krijgen nog één keer een liedje. Nee, krijgen we geen liedje meer? Oh, we krijgen geen liedje meer, sorry. Nee, je dacht dat je er onderuit zou komen, maar ik wil je toch even toespreken. Voor iedereen die me niet kent, ik denk dat er heel veel zijn. Ik ben Marijn Hoogkamp van Atlas Contact. En normaal doe ik fictie, maar voor Arjen Visser maakte ik een uitzondering. En wij hebben samen toch wel heel hard aan deze hele grote gele rakker gewerkt. Ja. En zoals dat eigenlijk hoort bij boekpresentaties, krijg je dan een symbolisch eerste exemplaar. Leuk. Dus dat wilde ik je bij deze aanbieden. En wat nou zo bijzonder is aan dit boek, en ik ga dat even nog een keertje benadrukken, want het is straks te koop. Lotte staat daar bij de balie en we hebben een heleboel liggen. Dus jullie kunnen allemaal voor jezelf en voor iedereen in je familie eigenlijk de grote interviewbijbel kopen die jij... als ster van deze avond heb samengesteld de afgelopen 20 jaar. Dus jullie mogen hier wel even klappen. Dat is wel... ik ga niet vast geven, hij is heel zwaar. Dank je wel. Wat ik me...
Wat ik me afvroeg, Arjen, ga je door? Ja. Ja? Ja. En heb je je gast voor over 2 weken al? Ja. Wil je vertellen wie dat is? Tim Fransen, ja, geen schrijver, cabaretier. Nee. Oh, wauw. Filosoof. Ja, heeft hij Ooster heeft wel een boek geschreven. Excuus. Oh ja, en schrijver. En schrijver, ja. Hey, en als je nou een droomgast zou hebben, als je nou iemand gewoon zou mogen uitkiezen over de hele wereld, schrijver of niet schrijver, heb je dan een idee wie je zou willen vragen? Nou, Kees van der Laan is hier ook. We zijn bezig met de paus. Ik heb vanochtend, ja, ik heb vanochtend gezegd dat er 10% kans is, maar dat is waarschijnlijk 1%. Of een half. Okay. Ja, maar zo'n soort man lijkt me wel erg leuk. Dat is gewoon als een soort ideaal, weet je wel. Ik zou wel ooit eens een keer met zo'n rare quibus willen kletsen. Dus ja, nee, maar ik vind eigenlijk iedereen interessant, hoor. Ik heb niet zo'n soort van, die moet ik ooit nog. Bovendien, des te meer ik tegen iemand opkijk, des te groter het risico is dat hij van zijn sokkel valt. Dus ik kan beter mijn mindere goden. Oh nee. Nee, want dit zijn allemaal... Nee, ik denk dat we allemaal wel snappen wat je bedoelt. Ja. En dit is je 9e bundel... Gebundelde interview. Ja, maar zo mooi was hij nog nooit. Nee, dat is waar. Nee, dat kan ik alleen maar beamen. Ja. Hey, we gaan nog één keertje zo luisteren naar muziek. Maar ik wil je dus nogmaals enorm feliciteren. Dank. Ja, en... Ik wil jou ook bedanken. Wij, en, nee, maar serieus, ik wil jou ook bedanken. Atlas Contact bedanken, want het is echt een hartstikke mooi project. En natuurlijk Trouw, want ik heb hier 20 jaar in die kranten, de beste krant van Nederland, geschreven. En ik hoop dat ik dat nog lang mag blijven doen. Vast wel. Okay. Fik Willems, nog één keertje en dan is de bar geopend en de boekverkoop. Heet nog, hij is niet zo lang, jongens, jullie mogen bijna naar de bar. Deze gaat over geloven. Gestudeerd. We zijn verbitterd en gedesillusioneerd. Geloven niet in sprookjes, niet in eerlijkheid. Niet in de liefde, of tenminste niet altijd. We zijn verpest.
Dank u wel. Fijne avond.